Leerschool der Barbarij. Het zindert van het woord. De Kamerleden vergeten onbeschaamd hun vak en plicht. Een onbeschaamdheid onder staatstoezicht voltrekt zich digitaal en onversneden. De spreker spreekt in een verloren heden, want ieder Kamerlid, Leest een bericht met een gebogen Instagram-gezicht of twittert droge woorden in wit licht. En als het fysiek woord is uitgeklonken, wordt de mobiliteit voor kort verzaakt, alsof men uit een TikTok-kramp ontwaakt, waarin men onontkoombaar was verzonken. Waar de regering goede smaak veracht, is het een fars dat zij respect verwacht.